Dit is Elin. Elin is 3 jaar, hè? Ja. En Elin is gewoon een hele gezonde, vrolijke peuter. Dochter is op 15 augustus 2020 geboren. Na een perfecte zwangerschap, een perfecte bevalling en eigenlijk ook een perfecte kraamweek. We zaten oprecht op een roze wolk. Dus ja. Er was niks wat eigenlijk onze wolk kapot kon maken. Het was echt fantastisch. En toen ging helaas het telefoontje van de dokter. Dus ik nam de telefoon, of ik zag dat de dokter belde. Ik dacht eigenlijk nog, goh, wat leuk, die komt ons ook nog even feliciteren. Maar zij nam op, of ik nam op en ze zei, ja, met de huisarts. Ik heb zojuist de uitslag van de hielprik binnen en die is niet goed. Dus jullie moeten nu met spoed naar de SEH. En daar zullen jullie opgevangen worden door de kinderarts. En ik vroeg nog, wat is er dan? Ja, het is niet goed met haar schildklier. En zo werd eigenlijk opgehangen. Dus ja, zo stapten wij eigenlijk in volle paniek de auto in, afscheid genomen van onze oudste. Nou, die riep nog, mama, wanneer zie ik jullie weer terug? Ja, wisten wij het? Schildklier? Ja, ik wist dat je hem had. Maar eerlijk gezegd, wat hij deed en dat daar iets mis mee kon zijn, nee, daar nooit over nagedacht. Tja, dan val je meteen gelijk van die roze wolk af. We werden in het ziekenhuis wel gelukkig goed opgevangen. Het was toen natuurlijk ook nog eens coronatijd. Ze waren heel erg bang dat er dan maar één iemand mee mocht. Gelukkig mochten we wel met z'n tweetjes daar naartoe. Het ging ze opnieuw bloed prikken. Maar eigenlijk was het nog steeds voor ons heel onduidelijk. Maar wat is er dan? En wat is er met haar schildklier? Ik denk dat het ja, 2 uurtjes geduurd heeft. En toen kwam de arts terug. Maar dat blijkt inderdaad, haar schildklier doet het niet goed. Ja, ze zal aan de medicatie moeten. Ze heeft CHT. Nog nooit van gehoord natuurlijk. We kregen een uitdraaitje mee van internet wat het dan was. En we moesten naar de apotheek om medicatie. En we zouden gebeld worden door het Sophia Kinderziekenhuis voor verder onderzoek. En zo gingen we naar huis. Ja, zelf natuurlijk nog vol hormonen. Kom je thuis, je probeert het verhaal aan je ouders te vertellen. Eigenlijk is het voor jezelf nog helemaal niet duidelijk. En ja, zo kwamen wij ook bij de Facebookgroep. Diezelfde avond nog van CHT-kinderen. En dat gaf gelijk wel een stukje rust. Daarin staan heel veel verhalen van ouders die dat dus allemaal hetzelfde meegemaakt hebben. En eigenlijk waren dat bijna allemaal positieve verhalen. Dus dan is de eerste schrik is eraf. Ja, je gaat toch, wij moesten dan naar het Sophia. Wij komen uit een klein dorpje in Zeeland. Oh, dan moet je naar Rotterdam, naar het Sophia Kinderziekenhuis. Dat voelt meteen al heel serieus natuurlijk. En dat vonden wij toen een hele heftige behandeling. Dat zij, ze moesten een infuus. Nou, bij een kindje van een paar dagen oud een infuus brengen, dat ging helemaal niet. Daar hebben ze echt 1,5 uur over gedaan. Zie je daar je kindje liggen, zelf als moeder, natuurlijk hartstikke heftig. Gelukkig ja, werden we daar wel door de artsen heel goed opgevangen. En die dag die was ook wel zo voorbij. Maar ja, je hebt wel alle volle emotie, vond ik, van de schrik. Maar wat doen ze? En we hebben een oudere zoon, die is 3 jaar. Nou, daar hebben we nog nooit het ziekenhuis mee gezien. Dus wij kwamen daar echt binnen. En nou, dat vond ik wel echt heel heftig, om dat allemaal zo mee te maken. En toen heeft het heel lang geduurd voordat wij iets hoorden van het ziekenhuis. Dat echt weken dat ik een paar keer zelf naar het ziekenhuis gebeld heb van kan nu iemand mij gewoon eens even een arts mij goed vertellen wat heeft mijn kind? En die momenten dat je echt moet bellen voor je kind, dat blijft mij wel bij. Je moet als moeder vechten voor je kind dat ze goed geholpen wordt. Dat zie ik nu bij het bloed prikken. Bij onderzoek in het ziekenhuis, je blijft constant wel vechten voor je kind als moeder zijnde. Van luister naar mijn kind, wij kennen ons kind heel goed. Daar moet je echt achteraan. En wij zien nu ons kind echt opbloeien. We hebben een vrolijke peuter van 3 jaar die het gewoon supergoed doet.
Maar je moet er wel zelf altijd wel achteraan. We zien bij haar dat een TSH van rond de 1, dat is echt, nou dan doet ze het perfect. Dat is voor haar gewoon de waarde. Zodra ook een arts haar dossier opent en ziet haar naam staan, dan hebben we ook echt ervoor gezorgd dat daar bovenaan staat, TSH moet rond de 1. Gaat ze iets daarboven, dan hebben we echt een terrorpeuter. Die is gewoon echt niet gelukkig dan. En ja, dan zijn er wel eens artsen die proberen, ja, maar hè, dat zit nog binnen de marge die er zijn, dus dat is dus goed voor haar. Nee, voor Elin moet een TSH rond de 1 zijn. Daar moeten wij echt voor vechten. En als die rond de 1 is, ja, dan is zij, doet zij niet anders dan onze oudste. Dan hebben wij een heerlijke peuter, met een heerlijke ondeugendheid. Ja, zoals dat een peuter kan zijn, gewoon heerlijk. Omdat wij natuurlijk in een klein dorpje in Zeeland wonen en ons ziekenhuis in Goes niet de expertise heeft om dit soort dingen te behandelen. Ze hebben het wel geprobeerd om een echo te maken van de schildklier, maar dat lukte niet. Ze was natuurlijk net een paar dagen oud. Daar was gewoon niet de expertise, dus werden wij doorverwezen naar het Sophia Kinderziekenhuis. En daar bij de eerste afspraak hebben we een jodiuminfuus gehad. En daar moest ze door de scanner. En dan elke zoveel minuten moest ze weer even door de scanner. En weer terug. Ik denk dat we toen 3 uur bezig zijn geweest om echt elke keer een foto te maken. En omdat ze daartoe gewoon qua tijd niet uitkwamen, moesten we terug naar huis. En een week later moesten we nog een keer voor een echo daar naartoe. Dat hebben we daartoe moeten doen. En daarna is gewoon wel de behandeling in Goes verder opgestart. Maar mochten ze in Goes vragen hebben, want eigenlijk is er maar 1 arts in Goes die er wat mee kan. Dus als er vragen zijn, dan is er wel altijd een directe link naar het Sophia Kinderziekenhuis. Ja, wij kwamen heel snel in contact op de Facebookgroep van CHT-kinderen. Nou, dat is heel laagdrempelig. Je kunt daar je vragen stellen. Ouders, echt, het zijn er alleen maar ouders van kinderen met CHT die ook hun ervaringen daarin delen. Dus daar kun je gewoon heel makkelijk en snel met iemand in contact komen. En zij organiseren ook contactdagen. De eerste was dan helaas online, omdat toen met corona alles plat lag. En dan konden we met een aantal artsen van het AMC konden wij in gesprek. De tweede keer ben ik echt ook naar het AMC gegaan, omdat je dan met die artsen, zij geven een lezing, je kunt even in gesprek met ze, je kunt je vragen stellen. Onder de koffie heb je het met andere ouders over van, goh, hoe is dat dan bij jouw dochter, hoe is dat met jouw zoon? Je bent even met mensen die precies snappen in welke situatie jij bevindt. Daar hebben wij echt wel heel veel aan gehad, maar vooral echt, wat ik zeg, de Facebook-site, waarin gewoon heel veel ervaringen staan en nou ja, bijna iedereen ook gewoon beaamt, ja, onze dochter of zoon heeft CHT, maar ja, dat is het. En ja, je hebt daar voor de rest, als je gewoon op tijd de medicatie geeft en je bent gewoon je onderzoeken om de zoveel maanden, of hoe ouder ze worden, de tijd verder gaat, dat is het maar. En het is niet meer dan dat. Wat ik andere ouders gewoon heel erg mee wil geven is, weet zelf gewoon heel goed wat CHT inhoudt. Dat je weet wat het precies is. Maar vooral ook leren je kind kennen. Zeker in de eerste periode, je kent elkaar niet. Dus dat is echt wel even uitzoeken van wie is mijn zoon of wie is mijn dochter. Maar je gaat je kind kennen. Jij gaat weten wat zijn karaktereigenschappen van mijn kind. En wat is er? Hey, er is iets. Je voelt het. Als moeder zijnde voel je dat. Dat je voelt, hey, er is iets met mijn zoon of dochter. En dat je dan zelf aan de bel trekt bij de artsen. Ga voor je kind door het vuur. Nou, dat doe je als ieder ouder natuurlijk. Maar jij kent je zoon of dochter. En dat is heel belangrijk. En heb je vragen? Wat voor ons heel belangrijk is geweest, is een goede arts gevonden. Wij zijn heel blij met het contact dat we nu met onze arts hebben. En met het contact van de ouders op de Facebookpagina. Dat je gewoon je vragen kunt stellen. Blijf niet met je vragen zitten. Want je wordt gewoon geholpen door anderen. De medicatie die krijgt ze bij onze dochter altijd 's ochtends vroeg.
Gewoon op een lepeltje en daar doen we wat druppeltjes water op. Gewoon even met een klein spuitje. En dat doet ze eigenlijk vanaf dat ze al heel klein is. Gewoon vanaf het begin doen we dat. En ik lees wel eens op de site dat het voor ouders heel moeilijk is omdat dat een peuter dan dat niet wil. Of nou ja, zoals dat kleine kinderen dat natuurlijk wel eens hebben in een nee-fase. En bij ons hielp het dan altijd zo, omdat we dan net deden alsof we het aan haar oudere broer gaven. Die vond dat dan heel stoer, want die mocht meespelen in het spel. Die deed dan net, dat is lekker. En dan wilde zij het natuurlijk ook. Dus dat is eigenlijk verder nooit een probleem geweest. Zij nam gewoon dat lepeltje en dat doet ze nog. 'S Ochtends vroeg stapt ze naar beneden, mama medicijnen. En dan kijken we eventjes tv of we gaan alvast aankleden. En na een half uurtje gaan we eten. Dat is bij ons nooit een probleem geweest. Als het om bloedprikken gaat, dan was het in het begin best wel heftig. Want dan probeerde ze het altijd uit haar vinger te prikken. Maar dat ging bij haar heel slecht. Dat stroomde gewoon niet goed genoeg. Dus moesten ze andere vingertjes proberen, weer warm maken. Dat werkte niet. En toen zijn we uiteindelijk overgegaan op het prikken in de arm. En sindsdien gaat het gewoon heel goed.